Op 20 juni was de grote finale van Kooknopkamp 2015 in Eeklo. 8 duo's namen het tegen elkaar op in een dessertbattle. De hoofdprijs? Een barbecue voor maar liefst 75 personen. Wat maakt jou nu tot de ideale kampkok? Wij gaan voor het plezier mee koken. We doen het voor de kinderen natuurlijk. En we hebben een ideale kookploeg. Ik ben vooral voor de allergieën. Voor de allergieën? Ik ben de allergieënkok. Oké, dat is toch ook heel belangrijk. Durf en originaliteit, let je daarop? Ja, tuurlijk. Tuurlijk moet je een beetje zorgen dat die allergieën hebben toch niet minderwaardige dessertjes hebben of die gewoon krijgen. Nee, ja. Dus het moet even lekker zijn. Hè. Het feit dat wij voor een hele grote groep koken, bijna 190 mensen, en wij zijn een ploeg die zoveel jaar al op elkaar is ingespeeld. Voor ons is het zelfs een beetje vakantie meegaan op kamp. Ik zit eigenlijk van mijn 6 jaar al in de Giro. Ik ben altijd KD geweest, gelijk als ze zeggen. Leiding geweest, hoofdleiding geweest. En eigenlijk ben ik daarna direct gerold in kookouder zijn, omdat er toevallig iemand wegviel. En ja, ik kost eigenlijk niet meer de zondagen doen, maar het kampgemis was er wel. En dan dacht ik van, oh, dan kan ik nog altijd zo mee op kamp gaan. Een beetje een oogje in het zijn houden. En natuurlijk iedereen verwennen. Hè. We gaan iedere zomer naar Sihan gaan koken. Met kinderen met een beperking is dat. Oké, mensen met een beperking. Ja. Zijn er daar dan speciale dingen waarop dat je let? Ze zijn heel actief. De meeste hebben een beperking in de aard van autisme of ADHD, waardoor dat ze heel veel heel actief zijn en veel suikers nodig hebben. Maar eigenlijk qua diëten valt het goed mee. Dat is ook gewoon te zien, dat is zoals op een gewone vakantie. Wij staan niet enkel alleen in de keuken, maar wij gaan ook mee om wij helpen voeren. Zijn mama voor de kindjes. Wij helpen ook het geheim bouwen, alleen mijn man vooral dan. Dus wij zijn wel meer dan alleen kookouder op kamp. Waarom gaan jullie nu heel graag mee op kamp om juist te koken voor die kinderen? Goh, het doet me eigenlijk altijd deugd om in die refter, in de eetzaal, dan achteraf rond te lopen en te kijken dat van iedereen lekker is. Ook wij zingen altijd op kamp voor de koks. En dat is ook altijd heel tof gebeuren. Jij zit in de jury. Zijn er bepaalde dingen waar je op let? Let een beetje op de producten dat ze gebruiken. Dat ze gezond zijn, maar ook lekker. En een beetje variatie. Dat zo wel ze iets meer heeft, iets extra's. Dus een beetje kijken hoe dat ze het ook klaarmaken en welke producten ze gebruiken. Wat maakt iemand nu tot de ideale kampkok? Iemand die met een beetje van alles rekening houdt, die het misschien niet te ver gaat zoeken, maar toch zo een extraatje kan bieden dan wat er zo gewoon wordt gemaakt. Jij zit in de kinderjury. Zijn er bepaalde dingen op wat jij zal letten? Dat ze niet vals spelen, niet kunnen omkopen en dat het lekker is, dat het lekker gaat zijn. Moet het er ook lekker uitzien? Nee, ze zeggen meestal als het niet lekker uitzien dat het toch lekker is. Proficiat, jullie zijn verkozen tot de ideale kampkok. Hoe voelt dat? Ja, dat is een hele mooie prijs om in ontvangst te nemen. Hè. Zeker omdat we het gevoel hadden dat wij eigenlijk niet echt eruit sprongen in vergelijking met de rest. We hadden een redelijk simpel dessert. Maar blijkbaar heeft toch de jury overtuigd door die haalbaarheid. Hè. Wat maakt jullie gerecht nu zo speciaal anders dan de rest? Ja, ik denk dat het vooral naar haalbaarheid is. Hè. Ik denk dat we dat wel zagen. Iedereen was een uur en een half heel druk in de weer. We waren op ons gemak. Het is redelijk eenvoudig, maar het is lekker. En ik denk dat voor kindjes dat het belangrijkste is dat je niet te veel tralala er rond doet. Het eenvoudig houdt, lekker. En kijk, blijkbaar vond de rest het ook lekker, dus dat is super, hè? Super. En wat betekent deze prijs nu voor jullie jeugdvereniging? Ja, het is sowieso super, omdat het denk ik van KSA al lang geleden is dat ze kampkok hebben gewonnen. En dat voor onze jeugdvereniging, ja, dat is super. Hè? Ik bedoel, we zijn een redelijk kleine KSA, dus we moeten altijd heel hard op budget letten. En zo'n barbecue, we proberen de laatste dag van het kamp altijd wel iets speciaals te doen. Vorig jaar hebben we ook een barbecue gedaan, maar nu dat die barbecue van ons budget wegvalt, is dat wel dat is super. Hè? Dan kunnen we de andere dagen iets uitgebreider gaan doen en de kindjes meer gaan verwennen. Dus super. Oké, een dikke proficiat. Dank u wel.